sporten en games. Niet per se een heel erg logische combinatie misschien. Maar Nintendo gaat het toch proberen met Ring Fit Adventure, een nieuwe titel. En daar heb je onder andere deze vreemde Ringcon voor nodig. Op zich zijn fitness toepassingen voor gamen niet nieuw. Ik bedoel, we kennen allemaal wel, denk ik, Dance Dance Revolution. Een heel erg frantic dansgame van Konami. Die zie je ook vaak in arcadehallen. Als je dat goed kan, dan moet je echt een berenconditie hebben. Maar ook in het verleden zijn andere voorbeelden van fitnessgames geweest. We kennen natuurlijk de iToy Kinetic van Sony PlayStation. Die had al wat simpele bewegingachtige fitnessgames. Je hebt verschillende soorten hardware voorbij zien komen met echt complete fietsinstallaties. Ik denk de bekendste is wel al van Nintendo en dat is Nintendo Wii Fit. In 2006 verscheen de Wii, die afstandsbediening in de vorm van controllers, of eigenlijk controllers in de vorm van afstandsbediening. En daar kon je al een aantal mini-sportgames mee doen, zoals golven en tennissen. Als je een half uur zat te tennissen, dan kreeg je toch wel behoorlijk, voelde je dat best wel behoorlijk in je armen. Het jaar daarna kwam Wii Fit uit en er zat een balanceboard bij, een heel lelijk wit ding, waar je op moest staan. En ook daar moest je allemaal fitnessachtige bewegingen mee doen. Daarna kwam Microsoft met de Kinect, de camera, en die was nog beter in staat om je hele lichaam te scannen, waardoor je dus in potentie nog betere fitnessgames kreeg. Terug naar het heden. Wat maakt deze game, Ring Fit Adventure, nou anders dan al die andere games? Die vorige fitness toepassingen, dat zijn eigenlijk allemaal of minigames, of het zijn echt gewoon fitnessoefeningen die je anders in de sportschool zou doen. En Nintendo heeft nu voor het eerst echt een compleet adventure, volledig met combat, met RPG-achtige gevechtjes, met het verzamelen van munten, met het upgraden van je character, met het uitbreiden van je moves, gecombineerd met echte fitness- en yoga-bewegingen. Wat heb je nodig om Ring Fit Adventure te spelen? Nou, in principe koop je gewoon één pakket. Ring Fit Adventure komt in een grote doos. Daar zit in de game, de Ringcon en de strap. Nou, deze Joy-Con-controllers zitten er natuurlijk niet bij. Die komen gewoon van je eigen Switch. En je ziet dus, je kunt deze game niet spelen met een Switch Lite, want die heeft geen losse controllers. Hoe speel je Ring Fit Adventure? Nou, in principe, als je de game hebt geïnstalleerd, leidt het spel je gewoon in stappen helemaal van A naar B naar C. Kind kan de was doen. Belangrijk is dat je de strap om je linker dijbeen doet en dan hoog. Zo dus. Zorg er wel voor dat je strap goed strak zit. Want als je aan het joggen bent, wil je natuurlijk niet dat de Joy-Con eruit valt of dat je strap zakt. De Ringcon is de basis. Je klikt heel makkelijk je controller hierin en vervolgens ben je gewoon ready to go. Je moet nog wel even instellen hoe zwaar je bent, hoe intensief je de game wil spelen. Dat doe je allemaal kleine mini-oefeningetjes. Een paar seconden zo trekken, een paar seconden zo duwen. En zo kalibreer je je eigen sportintensiteit. Zes muntjes, vriend. Nou, ik heb nu een aantal weken met Ring Fit Adventure gespeeld. En ik moet zeggen, de kwaliteit van de spullen, die bevalt me eigenlijk wel. Die twee handvaten hier, ik heb het idee dat het een soort dry-fit-achtig spul is. Vergelijkbaar als verschillende sportkleding. Mocht je nou heel erg veel zweet in je handpalmen, dan kun je deze dingen eraf halen en eventueel in de wasmachine doen. De strap, die zit voor de rest ook gewoon hartstikke goed. Het zakt niet echt snel af. Het is voor de rest niet per se rocket science, maar ik heb ook niet het idee dat Nintendo hier nou echt heel erg heeft ingeleverd op productiekosten of materiaal. Bovendien, voor de borst- en armspieren heb ik hem best wel op high intensity staan. En je kan echt flink duwen en trekken. En ik heb niet het idee dat ik dat ding aan het kapot duwen ben. Daarnaast heb je natuurlijk die HD rumble functie van die Joy-Con controllers. En dat voel je ook. Hij geeft echt feedback. En dat is wel echt heel tof. Ring Fit Adventure kent verschillende spelstanden. Je hebt een aantal programma's die je kunt afwerken. Dan ben je puur en alleen oefeningen aan het doen. Je hebt een aantal minigames. Je kunt korte tests doen. Puur focussen op bepaalde spiergroepen. Maar het leukste vind ik persoonlijk de Ring Fit Adventure. De verhalende modus. Daarin speel je een naamloze held die in een soort fantasiewereld terechtkomt. En het op moet nemen tegen Drageu, een soort bodybuilding dragon. En die heeft allemaal monstertjes in het land losgelaten. Nou, vervolgens werk je als in een soort Super Mario World landkaarten af, die onderverdeeld zijn in verschillende levels en sublevels. Gaandeweg, al joggend en vechtend en knokkend en exercisend door die wereld, verzamel je muntjes, je verzamelt verschillende yoga- en fitness moves
en je wordt langzaam steeds beter en sterker. Het leuke van Ring Fit Adventure is dat er verschillende fitness en yoga moves worden toegepast met behulp van deze cirkelcontroller. Die ook echt wel kloppen met wat er in de game gebeurt. Als je bijvoorbeeld indrukt, verplaats je lucht in de game. Dat kun je bijvoorbeeld gebruiken om deuren te openen, maar ook om vijanden omver te blazen of om dozen stuk te blazen waar dan weer muntjes in zitten. Maar als je bijvoorbeeld aantrekt, dan zuigt die lucht op. Dus langs een soort vaste route waar je doorheen jogt, liggen allemaal interessante upgrades en muntjes en die kun je al zuigend naar je toe trekken. En iedere move is eigenlijk een oefening. Dus je kunt bijvoorbeeld een buikspieroefening doen, je kunt een borstspieroefening doen, een schouderoefening doen. En die corresponderen allemaal met speciale powers. Op een gegeven moment is een speciale power even op, dus die heeft dan wat downtime nodig. Dus je kunt niet alleen maar je favoriete oefeningen doen. Je zult ook af en toe die crunches en die verschillende squats moeten doen om de monsters te verslaan. Nou, ik moet even dit doen. Het lijkt allemaal heel kindvriendelijk en het oogt allemaal best wel simpel en cartoonisch. Maar de game gaat behoorlijk diep. Iedere oefening die correspondeert met een bepaalde kleur. En die kleur staat weer voor een bepaalde spiergroep. Daarnaast heb je ook verschillende werelden. En die werelden bestaan weer uit de subwerelden. Dan kun je ook af en toe naar andere paden toe om bijvoorbeeld extra fitnesspunten te verdienen. Met die punten en die upgrades die je verdient kun je je arsenaal aan fitnessmoves uitbreiden en yoga moves. Dus in het begin heb je bijvoorbeeld maar 5 verschillende oefeningen. Maar naarmate je verder komt, krijg je steeds meer oefeningen om te spelen. En zo kun je met alleen de adventure mode, dus de verhalende stand, kun je echt weken, misschien wel maanden toe. Heb je na het avontuur nog zin in meer fitness? Of krijg je de smaak te pakken en denk je, ik wil hier echt puur even bepaalde spiergroepen trainen? Dan kan dat ook. Er zijn heel veel verschillende spelstanden. Die zie je achter mij. Bijvoorbeeld multitasken. Dat is een heel grappige minigame. Als je de game afsluit, maar je hebt multitasken ingesteld, dan kun je bijvoorbeeld tijdens het kijken naar je favoriete serie op Netflix, op Disney+, kun je bijvoorbeeld 200 keer de ringcon indrukken. En de volgende keer dat je dan de game opstart, dan krijg je gewoon weer gratis fitnesspunten. En als derde heb je de stand snel trainen. Die bestaat uit tests, minigames en programma's. In programma's werk je eigenlijk meerdere tests achter elkaar af. Minigames zijn echt hilarisch. Dan moet je bijvoorbeeld potten bakken terwijl je aan het squatten bent. Of je moet andere gekke dingen doen die je helemaal niet echt associeert met sportmoves. Een test is bijvoorbeeld echt 1 spiergroep binnen 20 seconden zo snel en zo hard mogelijk. Nou, misschien hebben jullie mijn preview wel gelezen. Dat is zo'n ruime maand geleden dat ik naar Duitsland ging, naar Nintendo op het Europees hoofdkantoor om Ring Fit Adventure toen al te spelen. Sindsdien heb ik dat ding in huis en ik moet zeggen, ik vermaak me daar eigenlijk behoorlijk mee. Om te beginnen voelt het gewoon heel erg lekker. Het ligt lekker in de hand, het is super intuïtief. In het begin moet je even wat stappen doorlopen, je leeftijd, alles invoeren. Maar als dat eenmaal gedaan is en je hebt je profiel gesaved, ja, dan is het gewoon gaan. En het is een heel simpel manier van besturen. Dit is bevestigen, dit is terug. En voor de rest, een kind kan de was doen. Ook de gameplay, het is simpel, maar het gaat ondertussen best wel diep. Alles wordt bijgehouden naarmate je dat zelf wil. Je hartslag, hoeveelheid calorieën, wat je die dag hebt gedaan, welke spieren je hebt getraind. Ja, hoe nauwkeurig het allemaal echt is. Ja, dat moet nog maar blijken natuurlijk, als je dit misschien met een fysiotherapeut doet. Heeft hij misschien wel zijn twijfels erbij. Maar ik heb de indruk dat Nintendo behoorlijk diep is gegaan hiervoor. Omdat er zoveel verschillende spiergroepen worden aangesproken en ook allemaal met naam en toenaam worden genoemd. Dan de vraag, ja, voor wie is deze game nu eigenlijk? Gaan mensen hier de nieuwe Zelda of Mario Kart voor laten liggen? Nee, natuurlijk niet. Als je in die winkel straks staat en je twijfelt tussen die twee titels, dan zullen de hardcore gamers, of in ieder geval de fanatieke gamers, die zullen heus wel voor die titels gaan. Als ze die niet al in huis hebben. Tegelijkertijd denk ik wel dat heel veel gamers misschien best wel naar de sportschool willen gaan of aan hun gezondheid willen werken, maar misschien niet helemaal op hun gemak zijn in een sportschool. En dan is Ring Fit Adventure toch wel heel erg tof. Het combineert namelijk een van hun favoriete hobby's, gamen, met gewoon fit zijn of fit worden. En als je dit iedere dag doet, nou ja, ik heb net even een half uurtje tot een uurtje gesport. Ja, je gaat echt zweten, dit is niet overdreven. Je hebt echt dat flesje water nodig en je moet daarna echt onder de douche. Nou, ik ben in ieder geval helemaal kapot, maar ik ben ook wel benieuwd van, wat vind jij hier nou van? Heb je zoiets van, ja, dit is de Nintendo waar ik van hou, heerlijk inventief. Of heb je zoiets van, ah, kom op jongens, fitness games, dat hebben we nu wel gehad, too little too late. Laat het even weten hieronder in de comments en vergeet je niet te abonneren en het belletje aan te zetten.